De laatste competitiewedstrijd, even met nadruk zeggen. Hoe vliegen jullie die aan, wetende we dat ja, de positie die jullie nu hebben, daar blijft het bij? Uh, zoals je een wedstrijd aan moet vliegen. Uh, thuis tegen Ajax is een heerlijk affiche. Uh, uitverkocht stadion. Uh, we zijn in vorm. Uh, als, als je die play-offs bekijkt, dan wil je daar gewoon ook met een goede laatste wedstrijd in gaan. En uh, ja, zo vliegen we Ajax aan. Ik had ook niet verwacht dat jij ging zeggen van we spelen nergens meer voor. Maar zijn, dat zijn dan punten. Is dat nodig ook om bij het team voor te houden of, of gaat dat vanzelf wel? Nou ja, wij, wij, wij spelen natuurlijk wel voor um, een ongeslagen seizoen met een record aantal punten in thuiswedstrijden. Um, de minste goals tegen in de eredivisie. Um, en, en voor de laatste thuiswedstrijd van de eredivisie. En elke seconde dat Wout Brama er nog, uh, uh, nog inkomt, ja, dan, dan moeten we ook allemaal helemaal los gaan, vind ik. Ja, laten we daar meteen maar naartoe gaan. Was jij verrast door zijn beslissing? Uh, i, i, ja, uh, om, als, je, als je met je verstand teruggaat, dan is dit een hele logische beslissing. Maar ik ken Wout al zo lang en ik heb altijd alles bij hem uh, uh, gelaten dat. Dat niet iemand anders de beslissing hoefde te nemen. Dat is nou niet gebeurd. Dus ik, ik, ik denk dat het een goede beslissing is. Maar hij, hij heeft zijn gevoel, hij is nu al een paar weken weer fit en ja, hij geniet er zo van. Dus uh, maar, uh, het is zover. Uh, de kogel is door de kerk. Ja, je zegt al, elke minuut die hij nog maakt, is dat iets wat, wat jij op voorhand al voor jezelf besluit. Als het maar enig is kan, ga ik dat doen? Uh, een minuut te laten maken? Uh, ja, maar je moet het niet omdraaien. Dat je niet op zoek bent naar die, uh, naar die momenten. Maar ik, de, we kunnen Wouter ook gerust uh, inzetten hoor. Want uh, uh, hij kan nog wel wat. En uh, of hij dat 90 minuten op het hoogste niveau volhoudt, dat betwijfel ik. Omdat hij daar te weinig wedstrijden voor heeft gespeeld. Maar uh, hij, is, hij is nog steeds een goede speler en heeft een geweldige carrière gehad. Hij is hartstikke fit, zeg je. Uh, hoe staat de rest van de selectie erop? Ja, ik ben heel tevreden. Uh, helaas. In de revalidatie van Max Bruns, uh, dat was enkelbanden. En die enkel is helemaal perfect, al een week of twee. Maar ja, hij heeft toch wat klachtjes uh, bij de knie gekregen. Dus die is er niet bij, maar voor de rest is iedereen fit. Het schijnt dat er mensen waren die dachten even dat Ramies geschorst was. Uh, heb je daar iets van meegekregen? Nou ja, die mensen hadden het verkeerd. Ja, okay. um... Zeiden al van voor jullie is er eigenlijk ook echt wel genoeg om voor te spelen. Dat zal voor de tegenstander ook zo zijn. Wat verwacht jij van hen en een beetje ook misschien gezien het seizoen dat ze hebben gehad? Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval, um, ja, vorige week hebben ze een hele aardige wedstrijd tegen Utrecht gespeeld. En die nemen ze ook weer mee. En um, ja, op dat moment stond bijvoorbeeld dan Bergwijn voor het eerst op tien. En die voelde zich wel, wel weer prettig. En dan komt Berghuis misschien weer terug. Dus dat, dat is aan de trainer wat hij daar dan weer uh, mee, uh, mee gaat doen. Maar um, uh, Ajax heeft wel eens mindere fases uh, gehad. En uh, op het moment, en ze, moeten, en ze, ze ruiken weer bloed hè. Uh, ze kunnen weer tweede worden, maar dan moeten ze ons verslaan. En uh, nou, ja... We zullen het zien, want wij gaan er alles om aan doen: om dat, uh, niet om dat te voorkomen, maar om zelf te winnen. En is het dan ook na die wedstrijd voor jullie meteen, ook omdat het ook sneller op elkaar volgt dan nu, focus naar die playoffs? Ja, ja maar dat is ook niet zo moeilijk. Alleen we weten nu: het kunnen nog drie, misschien zelfs al vier ploegen zijn. Dus we moeten even kijken.